Goedemiddag en welkom bij mijn lessenreeks waarbij ik examentraining geef voor het VWO. Vandaag is het tijd voor het onderwerp medische beeldvorming. Ik wil je alleen aangeven, dit is een globaal overzicht en geen vervanging voor het leren. Dit hoofdstuk gaan we doen aan de hand van de formules, aan de hand van de theorie en sommige vaardigheden. En dit hoofdstuk medische beeldvorming zal het voornamelijk veel theorie zijn. Laten we gaan beginnen. Nou, de formules die je moet kennen, die komen het meeste dadelijk ook aan bod. Formules die ik niet ga noemen is de formule voor het berekenen van de fotonenergie. En de formule die hierboven staat, CS lambda F, licht als een golf, die komen ook in andere domeinen nog vaker terug. Ook deze formule over het aantal kerndeeltjes heb je echt al bij scheikunde gedaan. De rest zullen we dadelijk in woorden proberen te vangen. Nou, allereerst even gaan beginnen. De theorie. Wat we daar weten, sommige isotopen zijn instabiel en die vallen uit elkaar onder uitzending van straling. Dat noemen we dan radioactiviteit, het actief uitzenden van straling. En die straling kan alfa, beta of gamma zijn. En die verschillen op een aantal punten van elkaar. Alfa-straling ontstaat wanneer er twee protonen en twee neutronen, dus samen een heliumkern, uit de kern tunnelen. Daarbij zal er dus een andere kern overblijven. Beta-straling kan oftewel beta min of beta plus zijn. En bij alfa en bij beta zul je zien dat tijdens het uitzenden dus van bepaalde kerndeeltjes, dat dus ook de oorspronkelijke kern, de moederkern, dat die verandert in een soort van uitgezonde straling en een achtergebleven dochterkern. Bij beta min zul je zien dat er iets in de kerndeeltjes zelf gaat gebeuren. En daarvan zal een neutron zal in een proton veranderen. En daarna zal de kern dus zelf ook een klein beetje energie in de vorm van een elektron uitzenden. Daar is dus precies genoeg energie komt daar vrij dat er door middel van ESMC-kwadraat dus genoeg massa gecreëerd kan worden voor een elektron. Beta plus, ongeveer hetzelfde, alleen vervalt er dan een proton en een neutron en wordt er geen elektron uitgezonden, maar zijn antideeltje een positron. Gamma-straling is gewoon eigenlijk een beetje een pakketje van energie die wordt uitgezonden. Dit gebeurt door het uitzenden uit de kern zelf. En we kunnen die andere drie soorten straling ook nog onderscheiden door middel van doordringend vermogen. Alpha is vrij groot, is echt een heliumkern, subatomair gebied best wel groot. En het komt dus weinig door andere stoffen heen, heeft een lage dracht. Beta heeft al een ietsje hoger doordringend vermogen en gamma is erg lastig te stoppen, hoog doordringend vermogen. Het ioniserend vermogen van alpha is daarentegen weer juist heel hoog. Het is heel groot, dus het kan makkelijk een atoom ioniseren door een elektron uit een baan te knikkeren. Bij beta-straling is het ioniserend vermogen relatief laag en bij gamma is het erg laag. Daar komen we later nog een keer op terug. Nou, even doorgaan en dan kijken we naar wat die isotopen ons nog meer kunnen zeggen. Het vervallen van één specifiek isotoop, dat kunnen we niet voorspellen. Wel als we kijken naar een heleboel. Elk isotoop is namelijk een specifieke tijd waarbij dus de helft van het aantal kernen vervalt. Die tijd noemen we de halveringstijd en die is voor elke isotoop is die specifiek. Waarde die je in de binas kan vinden. De activiteit geeft dan aan hoeveel kernen er per seconde vervallen en die activiteit en halveringstijd die hebben een verband samen. Je zult namelijk zien als er meer kernen zijn, zal de activiteit ook hoger zijn, want er zijn meer kernen om te vervallen. De precieze formule staat voorin, die wordt nogal eens vaak gevraagd. Als je gaat kijken naar een NT-grafiek, dus waarbij het aantal deeltjes ten opzichte van de tijd is weergegeven, kun je stijlheid geeft jou de activiteit. Andersom kun je ook zeggen, als je de activiteit ten opzichte van de tijd hebt staan, is de oppervlakte onder de grafiek is gelijk aan het aantal deeltjes wat vervallen is. Nou, je kunt voorwerpen kun je best wel goed bestralen tot op zekere hoogte, komen we dadelijk nog op. Maar zo gauw je dus radioactieve stoffen in een voorwerp in je lichaam bijvoorbeeld hebt, of op je lichaam, zul je zien dat je besmet bent. En vanaf dan is het een heel stuk gevaarlijker. Hoeveel er bestraald kan worden, dat kun je uitrekenen met de dosis. Hoeveel stralingsenergie je kan absorberen. En de dosis meet dat per kilogram, dus een aantal joule per kilogram. Met de stralingsweegfactor kun je dan nog de effectieve dosis bepalen. Dus de effectieve dosis geeft aan, maakt niet alleen uit hoeveel energie je hebt, maar ook wat voor soort deeltje het vandaan komt. Alpha-straling heeft een hoger ioniserend vermogen, kan dus meer in ons lichaam kapot maken, omdat het er sneller voor zal zorgen dat DNA niet goed zich kan delen. Alpha heeft een stralingsweegfactor van 20 en beta en gamma hebben er eentje van 1. Wat dus wil zeggen dat 10 joule aan alfa-straling 20 keer zo schadelijk is als 10 joule aan beta- of gamma-straling. Dan verder nog technieken om dus in je lichaam te kijken naar hand van alles wat we geleerd hebben, zodat je het lichaam niet hoeft open te snijden. Bij echoscopie wordt er gebruik gemaakt van geluid. Die weerkaatsen een beetje terug en die kun je oppikken zo gauw ze in een materiaal van een andere dichtheid komen. Bij MRI wordt er gebruik gemaakt van een extern magnetisch veld. En zal er dus door middel van korte pulsen zal er energie aan vooral waterstofkernen worden toegevoegd. Die vervallen daarna weer terug naar een laag energetische stand, waardoor je dus die uitgezonde energie kunt oppikken door middel van spoelen. Röntgenstraling wordt dus in ieder geval gemaakt door elektronen door een buis door een elektrisch veld te versnellen en ze dan ergens tegenop te laten botsen.
De kinetische energie van het elektron wordt dan omgezet in elektromagnetische straling. Dat kun je gebruiken om dus door je lichaam heen te kijken. Bij een CT-scan wordt er een soort van 3D-beeld gemaakt van, van je lichaam door middel van röntgenstraling vanuit verschillende kanten. Nou, röntgenstraling of CT werkt door middel van de halveringsdikte. Ook die formule zie je voorin. Je zult zien, botten die hebben een veel hogere, een andere halveringsdikte. Dus daarbij zul je zien dat botten minder materiaal nodig hebben om de helft van de intensiteit af te laten nemen. Waardoor je dus op een gegeven moment dingen met een hoge dichtheid, zul je dus vaker zien als witte vlekken. En dingen waar de stroof makkelijk, waar de röntgenstraling makkelijk doorheen gaat, zijn zwart op de foto. Bij een PET-scan wordt een radioactief molecuul ingespoten, dus een soort van molecuul met één radioactief atoompje eraan. Dat hoopt zich op in je lichaam waar de tumoren zich veel aan het vermenigvuldigen zijn. En onder uitzending van straling met een hoog doordringend vermogen kun je dat dan buiten oppikken, kun je er als het ware een soort foto van nemen. Zo'n PET-scan die werkt door middel van beta-plus straling. De positron die dan wordt uitgezonden zal met een elektron in je lichaam samenkomen, annihileren, energie uitzenden in de vorm van twee gamma-fotonen die onder een hoek van 180 graden ten opzichte van elkaar worden uitgezonden. Die pik je op, dat is een PET-scan. Nou, dingen die je moet weten is in ieder geval het opstellen van een vervalvergelijking. Dit zijn gratis punten. Je zorgt ervoor dat de massa en de lading, dus het aantal kerndeeltjes, aantal protonen bijvoorbeeld, voor en na, dat die gelijk blijven. Je moet even goed opletten hoe jij de straling, hoe je die opschrijft, dus hoe jij nou een alpha deeltje of hoe je nou een beta min deeltje, hoe je dat nou aangeeft voor jezelf. Geef ook altijd voor de zekerheid gamma straling aan, indien er erbij staat in de bina's, dat kan je soms wat punten opleveren. En als er nog in de context genoemd wordt dat er bijvoorbeeld neutronen ergens worden opgeschoten om tot een verval te komen, schrijf die er ook altijd goed bij. Dit kan je echt makkelijk 3-4 punten op je examen kosten of opleveren. Andere dingen die je goed moet doen is het rekenen met logaritmes. Jij zult in staat moeten zijn om deze t, die exponent, hier uit te halen. Kijk daarvoor naar de wiskunde B-regels die je voor logaritme kent en oefen het 1 of 2 keer. Verder moet je ook kunnen beschrijven welke vorm van medische beeldvorming je gebruikt, bij welke soort ziekte. Moet jij kijken naar zacht weefsel, moet jij kijken naar op een gegeven moment iets wat in botten gebeurt. Weet op een gegeven moment wanneer je welke moet gebruiken door middel van het kennen van de positieve en de negatieve punten, de sterktes en de zwaktes van alle gedeeltes. Heel veel succes met leren!